Dankjewel, dankjewel, dankjewel! Yes, oké. Okay. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey aka Killer J. Vandaag is het weer tijd voor H1Z1, maar dit keer niet een normale H1Z1. Namelijk, ze hebben een nieuwe game mode genaamd Skirmish. En in deze game mode kun je zeg maar military crates vinden waar ook echt goodies in zitten die echt geld waard zijn. Zoals kleding en andere shit wat je allemaal kunt gebruiken en add-ons voor H1Z1. Maar het nadeel is, je kan alleen met pistolen schieten. Pistolen, pijlen, bogen, granaten en al die andere dingetjes. Maar geen goede wapens. Dus het is echt een, ja, een skirmish. En ja, het is wel gewoon Battle Royale. Het is gewoon een normale map. Het is gewoon net zo groot. Alleen het is wat moeilijker. En ja, we gaan vandaag proberen om zoveel mogelijk natuurlijk military crates te openen. En te verzamelen de chill shit die erin zit dan, hè. Oh. Er zit hier sowieso iemand boven. Ik weet niet of jullie hem hoorden, maar ik hoorde hem in ieder geval wel. En ik zag hem net ook. Hij zit hier toch? Of is hij ergens anders heen gaan? Ik hoor wel voetstappen. Wat is dit? Hij is daar. Sorry. Sorry. Oké, okay, dat moest gewoon even gebeuren. Zo, bandages moet ik hebben. Ik wil zijn helm hebben. Zijn M9. Zijn bullets. Al zijn bullets. Een scrap of clove. En dat is het wel. Oké, okay, we moeten zelf ook even healen. Want anders gaan we dood. Heal! Heal, Joey! Oh my god. Oké, okay, we hebben onze eerste kill. Wat natuurlijk super nice is. We zijn nog steeds aan het leaden. Dat is niet super nice. Blijf healen, Joey. Blijf healen. Je kunt het. Ik ben wel blij dat we onze eerste kill hebben. Dat voelt goed. Dat voelt goed. Een keertje lekker aan het begin van de game. We gelijk een kill. Is de safe zone al bekend? Nee, nog niet. We gaan nog even verder looten dan. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik snap niet dat die guy naar me toe rende. Ik was al lang weggerend als ik gehit was. Maar ja, deze man die wou het gevecht aangaan. Geen stress. Ik ben altijd wel open voor het gevecht. Nou hebben we ook mijn favoriete gun. Namelijk de M9. En dat is een beetje een soort van... een soort van een AR. Maar niet helemaal. Maar wel een soort van. Dus je kan het een beetje vergelijken met... hij heeft zeg maar niet echt de power, maar wel de accuracy van de AR. Dus het is volgens mij 5 bullet skill. Of misschien 4. Ik weet het niet eens zeker. Maar in ieder geval, ik ga nu even verder looten. En als de safe zone bekend is, ben ik gelijk bij je terug. Maar ik wil jullie... trouwens, voordat ik bouw. Ik zeg nu wel, bouw, knip dit, maar knip dat. Maar in ieder geval, wat ik eigenlijk nog even wil zeggen is... dat ik jullie enorm wil bedanken voor de support die jullie mij geven op mijn second channel. En als je de second channel nog niet kent, komt nou een linkje in het beeld te staan. Een kaart. Daar kun je op klikken en dan ga je op je een extra pagina en dan ga je er naartoe. Dan kun je abonneren. Of je wacht even tot het einde van de video en druk je op de kaart. Dat kan natuurlijk ook. Of je kijkt het linkje in de beschrijving. Maar in ieder geval, ik heb nog een kanaal. En daar ga ik vanaf vandaag, als het goed is, Engelse video's op uploaden. 7 uur Nederlandse tijd, 6 uur Engelse tijd. Ja, je kent het riddeltje wel. En dan 12 uur 's middags in Amerika. Nou, in ieder geval, dat kanaal gaat vanaf vandaag starten. En op het moment dat ik dit opneem, het is vandaag zaterdag, hebben we vandaag meer dan 1000 abonnees erbij gekregen. Dat is echt fucking ziek. Want we zijn gewoon van echt waar van 200 abonnees, zitten we nu al op 1200 abonnees. Dus het is echt fucking ziek. Daar wil ik jullie enorm voor bedanken. En dan ga ik nou kijken, want ik hoor heel dichtbij hele harde schoten. Daar. Kunnen we hem killen? Hij is dood volgens mij. Volgens mij is hij dood. Ik weet het niet eens zeker. Hij heeft wel hele... ik heb hem wel heel vaak geraakt. Hij moet toch wel zo langzamerhand dood zijn. Zou je denken. Waar is die heen gevlucht? Waar de fuck is die heen gevlucht? Oh, wacht eens. Staat daar iemand binnen? Nee, dat is een oven. Oh my god. Oh, we hadden nog een mooie kill kunnen krijgen. Dit is echt heel kut. We gaan hier nog even zoeken. In ieder geval een nieuwe helm. Holy fuck. Oké, okay. Heal, heal Joey, heal. Heal Joey, heal. Heal, 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 heal.
Okay, please have bandages. Thank you. Oh, backpack. Ja, 10 military backpack. Sowieso beter. 9mm rounds. Nog een 10 military backpack. Ik neem gewoon lekker alles van je mee. Oké. Shred. Oh, ik moet nog een bandage gebruiken, anders ga ik echt dood. Oh, en dat is ook fucking dichtbij. Oh my god. Ik ben bang dat hij nog iemand komt zo meteen. We gaan zijn shit ook even snel stelen. Just scrap of cloth, alles. Alles shredden. Shred it. Craft max, okay, there we go. Okay, dat gaat. Ik weet niet, ik ben beter volgens mij in de pistol versie dan de normale versie van H1. En het is wel heel spannend, omdat we dus zeg maar hier in Pleasant zijn en het daar altijd best gevaarlijk is. Maar in ieder geval, we moeten zo meteen. Hey nigga, kom ons buiten te me. Oh my god, er wordt tegen ons gepraat, ik weet niet waar die guy is. Ik ga niet terug praten. Ik ben bang dat ik anders doodgeschoten word. Ik moet nog echt even wat meer gaan hier. Oh fuck. Nee! Hey! Kut! GG bro. I was healing there man. Have a good one. I hope you win. Oké, dat was... Thanks man. Dat ging iets minder dan verwacht. En ja, laten we nog een potje doen. Het was toch het warming-up potje. We hebben 3 kills gemaakt volgens mij, of 2? 2. Of 3. Ik weet niet. In ieder geval, volgende potje gaan we dus echt voor de Military Crates hunten. Ik wil jullie nog steeds enorm bedanken voor het subscriben op mijn tweede kanaal. En laten we nou het volgende potje gaan winnen. We zijn nu nummer 55. Volgende potje worden we nummer 1. Oké, dames en heren, het heeft even geduurd, maar we hebben weer een potje. En onder ons zien we het Combat Camp. Dus laten we daar... Nee, wacht. We gaan naar de Caravans. We gaan niet naar het Combat Camp, we gaan naar de Caravans. Caravans, iets rustiger vaak dan het Combat Camp. Ik snap niet, iedereen had altijd doubt, want daar gewoon fucking veel loot ligt. En nogmaals, echt super bedankt voor de support op mijn tweede kanaal. Ondanks dat er nog geen eens video's op staan. Laat staan dat er nog gewoon geen video's op staan. En jullie al zo massaal gewoon abonneren op het kanaal is gewoon super, super fucking awesome. We hebben een gun. Ik zag net iemand achter ons landen. Dus die gaan we eerst proberen uit te schakelen, want hij is een threat. Hij zit hier. I'm sorry, bro. I thought you were a threat. I was right. Hij is down. Ik heb sorry gezegd, omdat... Ja, ik vind dat het best wel lullig om mensen op deze manier te killen. Maar ja, in ieder geval, we hebben even zijn shit nodig. Sorry. Dank je. Ja, we zijn zelf nog steeds aan het doodbloeden, dus laten we snel even... Alles snel pakken. Deze pakken we ook even snel. Oh my god. Het spijt me echt, man. Het was echt niet de bedoeling om je... Ja, het was wel de bedoeling om je dood te maken, maar... Weet je, niet op deze manier, oké? Okay? Dat was niet de bedoeling. Deze moeten we even shredden. Dan kunnen we die opzetten. Zo, en dan kunnen wij nu zelf verder gaan looten. Ja, M9 vind ik chill. Het liefst een andere M9 nog erbij. Maar anders hoeft het echt niet. Deze M9 wel even reloaden natuurlijk. Kijk. Nee, dat is een Colt. Nou, weet je wat, we pakken die Colt ook gewoon als secondary. Want ik bedoel, het is toch alleen maar handguns. Dus waarom niet een secondary goede gun hebben? There we go. Gebruiken we de Colt als de finisher. Dat ben ik niet nodig, die wel. Kunnen we weer bandages van maken. Ik vind het lastig om medkits te vinden trouwens in deze game. Maar ik ga nu even snel dit looten. En als zo meteen de safe zone bekend is, wat denk ik niet heel lang meer gaat duren. Of als ik een military drop zie, dan ben ik leeg bij jullie terug. Dames en heren, ik weet niet wat het is, maar ik ben nu al een tijdje aan het looten. En het enige wat ik vind, zijn fucking Colts. What the fuck? Wat is er mis met Age of Zion? Geef me een M9. Volgens mij weet Age of Zion gewoon dat de M9 mijn lievelingsgun is. En daarom gunnen ze niet. Ze gunnen gewoon echt niet. Ik ben gewoon, sinds dat ik die hem geloot heb. En ja, de hele tijd aan het rondlopen ben, nog geen één fucking M9 tegengekomen. Dat is toch niet normaal? Kijk, er zijn nog maar 79 mensen over van de 150. En ik heb nog steeds geen extra M9. What the fuck is dit? Oh my god. Oh my god. En ik heb ook nog geen military drop gezien. Dat vind ik ook wel een beetje jammer. Maar ja, ik ga verder met looten. En ik zie jullie als er wat spannends gaat gebeuren. Want ja, mijn gepraat is niet altijd even leuk, volgens mij. Oké, dames en heren. We hebben het hele kamp geloot. En we zijn uiteindelijk uitgekomen op 51 bullets.
En nog wat andere leuke shit. We moeten deze kant op naar Ranchito, want daar is de safe zone ook gedeeltelijk. En we moeten nog even wat craften. 16 managers om helemaal alles te completen en alles gewoon te hebben. 16 managers, als we die gecraft hebben, dan zijn we er helemaal klaar voor. Dit is ons poppetje. We kunnen wel even een ander truitje aantrekken. Om wat meer savage te zijn. Welke gaan we aandoen? We gaan sowieso ons backpack veranderen. Zo, dan zijn we echte kampeerders op deze manier. En dan doen wij ook nog even de Bob Marley helm op. De Bob Marley helm. Bob Marley. Wij doen de nette broek aan. Omdat we gewoon nette mensen zijn. En we doen ook een mooi rood shirtje erbij aan. Zo, wij zijn voor niemand bang. We zijn Bob Marley met een Bob Marley helm. En ja, we gaan nu richting Ranchito. En dat is een klein eindje lopen. Gewoon deze weg volgen. En dan gaan we daar nog even lekker verder looten. Maar voordat we daar zijn, moeten we eerst een kleine 5 minuten richting het oost-noord-oosten lopen. En dat is best wel een kut eind. Dus, of het oosten gewoon. En dat ga ik jullie besparen. Dames en heren, er komt een auto aan. Oké, auto rijdt rechtdoor, volgens mij. Ik weet niet wat de auto gaat doen. Ik ga in ieder geval mij... Hij is uitgestapt, fuck. Dankjewel, dankjewel, dankjewel! Yes, oké, dat ging lekker, dames en heren. Dat ging echt lekker. Oh yeah! Oh, dit voelt altijd zo goed, hè. Omdat je weet zo van, oh, dit kunnen we nog wel eens gaan verliezen. Omdat hij een auto heeft. En dat het dan toch gewoon goed gaat. Oh my god. Oh, geef me je guns, geef me alles wat je hebt. Tactical kit, je biofuel, je 9mm rounds, die andere bullshit. Ik wil zelfs je kleding. Geef me ook je kleding. En dan pakken we ook nog eens je auto. Oké, de kans op overwinning is denk ik een heel stuk groter geworden. Omdat we een auto hebben. Dus dankjewel meneer. En laters. Oh, dit wordt echt een ziek potje. Oh, en er zijn ook nog maar... Even kijken, hoeveel mensen zijn er nog over? 36? Oh, zo net stond er 22 in beeld. Maar dat was waarschijnlijk de naam van iemand. Nog 35 mensen zijn er over nu. Oké. Nou ja, ik heb er een goed gevoel over. Yep, dat is een auto. Oh fuck. Oké, ja. Ik dacht even dat het niet een auto was. Maar daarboven op die heuvel staat inderdaad een auto. Dat is best wel kut. Hoe gaan we dit aanpakken? Eens even checken hoor. Eerst eens wat shit shredden. Dat we toch de tijd ervoor hebben, zo. Crafting. Craft max. Health is 100%. Chill, 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 chill. Alles is goed. Yep, oké. Gaan we die auto aanvallen? Er zijn nog 30 mensen over. Ik wil eigenlijk ook best wel graag een military drop hebben. Dus weet je wat? Ik zeg gewoon even tegen die auto van, yo, doe lekker je ding, auto. Kijk hoor, deze Spence Hills. Ja, daar gaan we heen. Dat zijn die heuvels daar. Daar kunnen we mooi bovenop met de auto. En dan voel ik me toch wel altijd even wat veiliger. Bovenop een berg, want dan heb je uitzicht. En uitzicht is gewoon super belangrijk in deze game. En hij is dat niet. We gaan nog even de auto reviewen. En dan gaan we echt naar boven. Zo, biofuel erin. Zitten we in één keer weer lekker op. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Yep. Ja, waarom spring je eruit, vriend? Ik rij gewoon lekker door hoor. Oh, gaat hij in de achtervolging? Volgens mij niet. Hij gaat volgens mij niet in de achtervolging, wat natuurlijk super nice is. Maar wij gaan het wel. Want ja, aan de ene kant weet je, ik wil ook wel een beetje vechten, anders is deze episode natuurlijk super saai. Kijk, waar staat die politieauto hier nog? Nee! Oh, what the fuck? Ik schoot alles mis! Oh my god. Oh, dat is zo stupid. Oké, dan moet ik nog wel één potje spelen. Anders is het gewoon niet tof. Zullen we nog gewoon een mappotje battle royale doen dan? Met echte wapens?
Ik zeg, doen we. We hebben nu 2 potjes skirmish gespeeld. Ik heb geen 1 military drop gezien in de 2 potjes. En ik weet dat er kleding in zit, dus ik vind het wel jammer. Maar we gaan nog gewoon 1 potje normale Battle Royale doen om het af te sluiten. Want mensen, dit potje hadden we kunnen winnen als we niet zo dom hadden gedaan hier. Ik niet zo dom had gedaan, niet jullie. Jullie hebben er niks mee te maken. Drop alvast een like als je dat ook vindt. En we zitten in een potje Battle Royale. En we zijn bij de Plazante Vallei, waar we ook proberen naartoe te gaan. Want wij willen natuurlijk zo hoog mogelijk plaatsen in dit laatste potje. Ik bedoel, ik heb voor het laatste potje Battle Royale gekozen. Omdat je daar gewoon sneller een game vindt dan in Skirmish. En Skirmish is ook alleen available in het weekend. Maar ik wou het gewoon 1 keer hebben gecoverd op mijn kanaal. Want het is best wel een vette game mode. Als je een beetje lang speelt, dan kun je er gewoon echt dingen mee krijgen die echt geld waard zijn. Zoals, zeg maar, de skins. Zoals Twitch hoodies en al die andere fucking awesome shit. Dat kan allemaal in die military crate zitten. En als je dan zoiets vindt, dan kun je het verkopen op de Steam Market voor echt geld. Wat natuurlijk super awesome is. Oké, eens even kijken hoor. We hebben een handgun. Niet een hele goede handgun. Maar we moeten hem maar gewoon gebruiken, want we hebben niks anders. We gaan niet naar rechts, want daar landt iedereen. We gaan lekker naar links. Laatste gebouw ligt vaak in de AR. Een backpack, een medkit en een shotgun vaak. En een helm. Dus daar gaan we gewoon even kijken. We rennen rond in onze fel paarse Twitch hoodie. Wat natuurlijk misschien niet een heel slim idee. Oh my god, moeten we nou echt helemaal omlopen? Kut. Fuck me. Oké, maar dat is waarschijnlijk wel de bedoeling. We moeten omlopen. Yep. Hier in dit gebouwtje ligt vaak een goede shit. Dus laten we gaan kijken. Wel een helm. Die ligt er wel. Waar is... Oh fuck. Ja. Jij bent sowieso eerder dood dan ik. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh, jullie beschrikken, vriend. Oké, wat heb je allemaal bij je? 10 military backpack. Kijk, hij had bijna alles opgepakt. Dankjewel. Dat gaan we allemaal lekker shredden. En we moeten nog 6 healen, anders gaan we alsnog dood. En hoe ziet onze helm eruit nu? Die is niet geraakt. Helemaal top. Oké, genoeg geluld. Laten we alles even snel fixen. Zo. Dit hebben we dan weer niet nodig. Kunnen we dat weggooien? Zo, dankjewel. Yep. Oké. We gaan nog even healen. We zijn nog steeds aan het bloeden. Dit is het laatste pennetje die we nodig hebben als het goed is. Yes, oké. Nog iets anders wat we mee moeten nemen? Nee, oké, dan gaan we richting Pleasant. Want fuck dit. I'm out of here. Ik wil gewoon nog even goede gear hebben. En niet blijven zitten met dit. Ja, ik zag daar een auto staan. Die zag ik echt wel, maar die ga ik niet meenemen. En de reden daarvoor is dat ik hier gewoon zo snel mogelijk weg wil. Oh, fuck. Dat is een AK. Oh shit. Nee! Kut! Oh, we hadden bijna weg kunnen komen. Oké, nog 1 potje. Fuck it. We gaan nog 1 potje spelen. Nog 1 potje, dames en heren. Heb het geduld, oké? Ik heb het ook. Oké, dames en heren. Hier zijn we dan voor het laatste potje. En wat ik in dit potje alleen wil doen, en ook echt alleen wil doen, is zoveel mogelijk kills maken. Yep. Ik wil zoveel mogelijk kills maken. Ik wil gewoon afrekenen met al die H1Z1 mensen die ons in de laatste potjes hebben gekillt. En dat doe ik door gewoon iedereen proberen zo snel mogelijk te killen. Ik ga ook niet kutten in dit stukje. Ik ga gewoon killen. Waarom doe ik dit? Omdat ik nog serieus 20 minuten webcam heb. En dat is ongeveer 1 snel potje H1Z1. Een langzaam potje H1Z1 kan zo 40 minuten duren. En ik hoor iemand praten. We zijn fucked. Oh nee, wacht. We hebben een gun. Met 15 kogels. Oké. 15 kogels om onszelf te verdedigen tegen wat er zometeen waarschijnlijk naar binnen gaat komen. Een heel eng persoon die net eng zat te praten. Oké. Kunnen we hier nog andere shit? AR. Chill. Waar zit hier nou iemand? Nee, ik wou net zeggen. Nog een AR. Shotgun. Het enige wat we nog nodig hebben is een helm. Helm. De military backpack, ook chill.
Altijd nice, altijd nice. Oké, okay. Zien we iemand lopen. Want we gaan voor de kills vandaag. We gaan niet voor de aardigheid en het rennen en het winnen. We gaan vandaag gewoon voor de kills. Want normaal gaan we altijd voor het winnen. En dan maken we een paar kills en dan gaan we dood. Vandaag gaan we alleen voor de kills. Misschien winnen we. Wie weet. Dus, misschien is dat wel de oplossing. Het enige wat ik wel moet doen is wat voorzichtiger lopen. Hier is al iemand geweest. Fucking hell. Op zo'n moment ben ik echt in staat om gewoon de hele fucking opname gewoon weg te gooien. Maar zo ben ik niet. We gaan gewoon nog een potje spelen. En tof dat je nog even bent blijven hangen. Want nou, ik meen het, dames en heren. Nou gaan we gewoon winnen. Ik wil winnen. Ik wil gewoon winnen, dames en heren. Dus we gaan nog één potje echt Battle Royale doen. We hebben twee potjes skimmers gedaan. We kunnen ook echt wel twee potjes Battle Royale doen. Of de derde. Ik weet niet eens. Wow, ik raak altijd een beetje mijn tijd kwijt als ik dit speel. Omdat het gewoon leuk is om te spelen, dames en heren. Dus we gaan gewoon ons best doen om te winnen. Eens even kijken, waar gaan we landen? Ik denk de villa. Gaat daar iemand heen naar de villa? Ja, daar gaat wel iemand naartoe. Fuck. Fuck. Oké, fuck. Shotgun. Silent reload. Niet heel silent. Maar silent genoeg voor mij. Oké, dat was de eerste kill. Wow, what the fuck. Ik had niet eens door. We hebben gewoon al iemand gekillt. Met de shotgun natuurlijk. Even snel healen. Dat is wel belangrijk, want er zit hier sowieso nog iemand binnen. Kijk hoor, wat had hij allemaal bij zich? Nog twee scrap of cloth, dankjewel. Pak ik dat ook even, voor als we nog een beetje een long range engagement krijgen. Nou weet ik niet of dit die guy die wij net killden was, dat die guy van boven was. Dat weet ik oprecht niet, maar daar gaan we nu achter komen. Oh my god, please. Please work in my favor. Ik hoor voetstappen. Er komt zo waarschijnlijk iemand omhoog. Want als die voetstappen niet boven waren, dan waren ze beneden. Dit even snel shredden. Check, waar staat er hier een deur open? Nee, deuren zijn dicht. Nice. Dat was waarschijnlijk hier zo, het huisje ernaast. Oh, fuck. Run, bitch, run! Nee, 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 gewoon run. Run, 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 run. Nee! Ik sprong opzij! Dat kan niet! Ik lig in de badkuip, wauw. Oh my god. I hope you die. Oké, dat was net een beetje kut, het einde, dames en heren. Maar we blijven happy, want ik wil vandaag gewoon eigenlijk gewoon een potje winnen. Dat is gewoon mijn doel. Ik zie een politieauto. Dat is ook een mooi doel om naartoe te werken. Om die politieauto te bemachtigen. En dan gewoon de politieauto te gebruiken om naar een fucking chill loot plek te gaan. Maar ik heb het liefst... Ik vind het chill dat hier een auto staat, hoor. Oh, nee, mijn... Oh, bitch. Bitch! Oké, deze guy, die maakt me bang, man. Maar volgens mij zijn ze niet eens op mij aan het jagen. Dus ik laat hem gewoon lekker voor wat het is. Hey dude, what's up, man? Hey dude, what's up, man? Volgens mij zit ze hier achter, man. This is hilarious, dude. How much ammo do you have?
sowieso even eentje gebruiken, want ik heb minor bleedings. Maar, dames en heren, de game is begonnen. Wat natuurlijk super nice is. Bandages, die zo. Dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben van hier. De auto, die hebben we helaas niet kunnen pakken. Maar we hebben nu wel een shotgun en een pistool zonder kogels. En een pistool met kogels. Pistool met kogels is niet mijn favoriet. Pistool zonder kogels wel. Dus dat is een beetje kut. Laten we eens even kijken. Wat is hier allemaal nog te doen? Lopen hier nog mensen rond? Volgens mij niet. Dus laten we richting Cranberry gaan om daar heerlijk te gaan looten. Ja, ik denk dat Cranberry voor ons op dit moment de beste keuze is. Oké, dames en heren. We hebben de verkeerde keuze gemaakt. We zijn echt bijna in Cranberry. En ik kijk op de map. En de safe zone zit aan de andere kant van de map. Pleasant Valley. Dus ik mag weer helemaal terug gaan lopen met nog 3 minuten tijd daarvoor te hebben. Dus dat ga ik nu even doen. Ik hoop dat ik het ga halen. Maar ja, er zijn nog maar 47 mensen onderweg naar Cranberry. Heb ik trouwens nog wel een mooie AR-15 gevonden. En nog wat shotgunkogels. Dus die zijn nu ook wat voller geladen. Zoals je kunt zien, 17 shotgunkogels. En nog 6 in de Mac. 30-30 voor de AR en 0 nog steeds voor de M9. Nou ja, dat is dan nou eenmaal zo. Ik ren nu even lekker terug richting Pleasant. En ik zie jullie daar. Nou, dames en heren, er wordt geschoten. Ik weet niet of het op ons was. We houden ons wapen toch maar even in de aanslag. Want het kan zomaar op ons geweest zijn. Er rijdt daar wel een auto. Er rijdt wel helemaal de verkeerde kant op. Dus ik weet niet wat die auto van plan is. Maar dat boeit me ook niet zo heel veel. Ik ga nog even deze huisjes checken voor de loot. Hopelijk ligt hier nog wat. Want ik ben nog niet echt tevreden met wat we hebben. Hier ligt een AR. Extra helm in ieder geval. M9 bullets. Oh wacht, het zijn geen M9 bullets. Dat zijn 45 rounds. Dit is M9 bullets. Chill. Die gelijk even reloaden. Het is gewoon weer extra. Het is gewoon weer voor de bij. Even kijken hoor, is deze... Uh-oh. Het was niet gezien. Nice. Hij is al geloot. Hij heeft ons wel gezien. Fuck. Get the fuck out of here. Oh my god. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Hey. Oké, nice. We got the fuck out of there. Wat ligt hier? Nice. Nice, nice, nice. We hebben nu ook voldoende AR-kogels. Hij komt hier sowieso heen. Dat wist ik van tevoren al. What the fuck? Tuurlijk 24 health left. Ik heb hem gewoon 3 keer geraakt. Wauw. Oké, dames en heren. Het spijt me dat er zo'n sad einde komt aan deze video. Ik wou eigenlijk nog een potje gaan spelen net. Maar ja. Ik wil ook nog livestreamen vanavond. Dus dit is echt heel slecht. Maar in ieder geval. Ik wil je wel super bedanken voor het kijken. We hebben tenminste een nieuwe game op kunnen spelen. We hebben helaas geen skin kunnen vinden. Dat is wel super jammer, maar nieuwe game moet je zeker even uitproberen. Skirmish heet het. Vanaf zaterdag is het weer available. Vrijdagavond volgens mij. En dan tot maandagochtend. Dus iedereen, super bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet even een like achter te laten als je de video leuk vond. Even te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. Dat kan onder deze video door daar te klikken of in de beschrijving op het linkje te klikken. En ja, tot de volgende video. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En oh ja, check ook even mijn tweede channel. Killer J, second. Laters.